Dat Nederland deze donderdag gebukt gaat onder een storm zal niemand ontgaan zijn. De brandweer en gemeentemedewerkers hadden ook in de Ronde Venen en omstreken hun handen vol aan de schade die er door de wind ontstond. Overal vielen bomen om, zoals hier op de hoofdweg in Meidrecht. Ook dit bushokje langs de Meidrechtse dwarsweg moest het ontgelden. De grote kip op restaurant Kokido is gevlogen, samen met een groot deel van het terras. Ook het dak liep schade op. De eigenaar heeft gelijk hulp ingeroepen en zegt deze avond gewoon open te kunnen. Aan de Baanbrugse Zuwe waaide het dak van een woning af. De brandweer kwam in Vreeland terug van een melding toen voor hun neus een boom omwaaide. De wagen raakte flink beschadigd. Langs de N212 bij Wilnis belandde een bakwagen in de sloot. Regelen van het verkeer bleek voor de spuitgasten nog een flinke uitdaging. Het hoogtepunt van de storm is inmiddels voorbij. De brandweer heeft nog wel hun handen vol met meldingen en roept op alleen 112 te bellen bij spoedeisende situaties.